Ik ben Mieke. Ik kom uit Brabant. Ik woon hier al eigenlijk heel mijn leven. Samen met mijn man en mijn twee kinderen. Dit is Joey, een afferpienster. Joe is eigenlijk een hele bekende hond. Joe heeft Westminster gewonnen in 2013. Het is een show die moet je eigenlijk zien als een van de grootste, mooiste shows van de wereld. En Joe is nou gewoon retired. Joe doet niks meer. Hoeft niet meer te showen. Heeft alles gewonnen, dus hij is gewoon lekker bij ons nou. Als een hond dus de sport ingaat, de topsport, dat is net hetzelfde als bij mensen, dan moeten ze natuurlijk topverzorgd worden. Daar komt het gewoon op neer. Hè? Het is ademvoeding, het is de verzorging, het is de vachten. En ze moeten hele goede rust hebben. Dat is heel belangrijk. Het allerfijnste van zo'n korandebed is dat het een stukje van de grond staat. Kijk, je kunt een mandje pakken, maar een mand staat op de grond. En een hond ligt nou eenmaal het allerliefste, en dat weet iedere fokker en iedereen die honden heeft, of bij jou op de bank, of je ligt graag op bed, of ze liggen altijd graag een stukje hoger. Die honden liggen daar gewoon heel erg graag op zijn bed. Het is gewoon ideaal. Er blijft niks hangen, er blijven geen haren achter. Kijk, een ouder hondje dat incontinent is, hij draagt wel eens een plasbandje. Als het plasbandje nat is, wordt natuurlijk zijn bedje ook nat. Zij erop, er is niks aan de hand, je gaat er met een doek over, het is zuiver. En het ruikt ook niet, je hebt er geen reuk van, helemaal niks. Het is echt een heel makkelijk bed om zuiver te houden. Als jij 10 van die vetbedjes koopt die je na 3 keer wassen weg kunt gooien, dan na 4 keer wassen, dus op pissen en die vuil en stinken en noem maar op. Terwijl dat je dan zo'n bed koopt, voor die prijs heb je het eigenlijk helemaal niet duur. Ieder heeft zijn eigen bedje hier en het werkt gewoon heel erg fijn.